Vandaag is 26 december. Het is de tweede kerstdag. Gisteren was de eerste kerstdag. Daar hebben we niet heel erg veel gedaan. Lekker ons gemak gehouden. Maar vandaag komt een collega van mijn vader eten. Dus de voorbereidingen zijn druk aan de gang. Ik ben de hele dag wel heel erg chill gekleed. Maar er is trouwens ook een reden waarom ik deze vlog maak. Namelijk, er is wat gedoe met het editprogramma. Ik wilde de adventsvideo van mijn vader vandaag online zetten. Maar dat is dus niet gelukt omdat er heel veel problemen waren. En ik nu gewoon geen tijd meer heb om het te editen. Dus ik probeer hem desnoods op 31 december online te zetten. Dat ik nog even de tijd heb om het te editen. Maar ja, in ieder geval, het is dus vandaag 26 december. Alvast een fijne kerst. Ik hoop dat jullie een leuke kerst hebben gehad. Voor mij is het mijn tweede dag kerst nu. En we gaan vanavond lekker eten. Ik ben trouwens wel lekker opgedoft vandaag. Gisteren eigenlijk helemaal niet. Ik heb vandaag gewoon lekker make-up opgedaan. Mijn haar lekker gedaan. Ik heb dit zwarte t-shirtje aan van de Primark. En deze broek is ook van de Primark. Lekker deze chille pyjama broek aan. Ik vind het wel gewoon leuk. Lekker zo'n chill outfit aan vandaag. Waarom niet? Het mag best. Toch? Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Dus ja, ik ben heb het edit al gewoon lekker opgegeven. Ik ga daar niet meer om stressen of... dat komt allemaal echt wel. In ieder geval een vlogmasvideo is wel voorbij. Dus dat betekent dat jullie waarschijnlijk een normale intro hebben gezien. Super jammer. Maar ja, het is wat het is jongens. Vlogmas is gewoon echt voorbij. Ik ben ondertussen de hele middag ook eventjes mijn laptop een beetje aan het ordenen. Want het is echt een zootje. Alles is erop gezet en weet ik het allemaal. Gisteren heb ik voor mijn moeder een spel gehad. 30 seconds. Alleen een beetje stomme fout. Het is de uitbreiding, dus we hebben alleen een doosje kaarten. Dus echt het echte spel met het bord en de domsteen en de pionnetjes en weet ik het wat. Die hebben we dus niet. Dus die moet ik nog gaan aanschaffen, maar ik heb wel het spel. Dus in ieder geval de kaarten, dus kunnen we al iets mee, weet je. Een beetje improviseren is wel leuk. Ik ga naar beneden toe. Ik ga mijn moeder helpen, tenminste kijken of ik mijn moeder kan helpen. En rond 4:30, dan komt mijn vaders collega langs. En het is nu 4:10, als ik het goed heb. Even kijken. En ja, ik luister André Hazes junior. Why not? Even kijken. Het is ja, bijna 4:00. Het is 4:05. Dus ik ga eens kijken hoe ver ze beneden allemaal zijn. Goed. We gaan dus nog niet beginnen aan het gulletje op de tafel. Wat ben je nou aan het doen? Oh, ik heb zo'n lekkere krakende stoel. Vreselijk. Maar dat gaan we dus nog niet doen. Mijn moeder is het nog een beetje te vroeg ervoor. En in plaats daarvan heb ik nu Rio hier. Die is een beetje irritant aan doen. Rio die wil heel graag bij me zitten. Maar dat mag niet van mij, omdat hij anders gaat lopen bijten in mijn kleding. En daar heb ik geen zin in. Want ik heb expres mijn leuke outfit aangedaan. Mijn leuke chille kerstoutfit. En ik heb geen zin dat er gaten in komen. Dus ja. Wat ik wel nog even wilde vertellen is misschien wel een leuk dingetje. Ik had een armbandje gekregen 3 jaar geleden of zoiets uit San Diego. Sea Life van vrienden die daar wonen in Amerika. En ja, dat armbandje is dus kapot gegaan helaas. Kon ik dus niet meer dragen. Maar die vond ik dus net. En toen... Oh, Rio. Toen zag ik dus deze bedeltjes. En ik dacht, ik draag toch altijd ringetjes. Dus wat nou als ik ze om dat ringetje doe? En ik zal ze gewoon gebruiken als een soort oorbelbedel. Hoe leuk is dat? En dan heb ik gewoon hangertjes aan mijn oorbel. Kan ik ze toch nog gebruiken? Ik ben even wat YouTube video's aan het kijken. Rio een beetje aan het negeren. Want die is echt heel erg vervelend aan het doen. Het is echt een klein draakje hoor. Echt ongelooflijk. Maar goed, we gaan dus... We gaan... Wat doe je nou allemaal? Ja, dat gaat niet. Wacht even voor jongens. Kom op. Kom. Oh. Dat kan toch niet wat je allemaal aan het doen bent. Ga je vallen? Krijg je oud. Oké? Okay? Niet meer doen. Oké? Okay? Goed. Rio is er nu al uit. Omdat we vanavond op tijd ook willen gaan eten. We willen niet om 8:00 pas gaan eten. En aangezien het heel benodigd is. Rio is mee aan het kijken. Aangezien het heel benodigd heel slecht is voor de vogels. Om... tussen de frituur of gourmet of fondue in ons geval te zitten. Gaan de vogels wat eerder slapen. En ja, dan kunnen wij ook gewoon normale tijd eten.
Vandaar dat ze er ook wat eerder uit zijn. Waaronder andere ook Rio natuurlijk. En Moos die zit beneden, lekker met mijn vader. Ik ben even wat video's aan het terugkijken. Ik loop nog steeds zo achter met alle Vlogmas video's. En hopelijk kan ik hierdoor een beetje bijbenen. En voor het eind van het jaar toch wel alles gezien te hebben. Laten we het hopen. Hey Rio, laten we het hopen. Sometimes I go out by myself and I look across the water. Oh. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight we could have had it all. Shawty got down low, say come and get me. Yeah, yeah, I was so caught up. Mm-hmm. It's close to midnight, and something evil's lurking in the dark. Ooh. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. Cause if you like the way you look that much. Mijn vaders collega is net naar huis. Ik had niet zo trek in het toetje. Ik zat heel erg vol. We zijn ongeveer een uurtje later. En ik zit lekker aan een zuurstokje. Echt zo raar, maar ja. Ik ga lekker uit de week kijken met mijn ouders nu. Ik geniet van een avondje kerst. Chillen. En ja. We hebben nog trouwens nog iets heel leuks gehad. Super, super, super lief. We hebben allemaal een beker gehad. Met papegaaien erop. Kijk, dit staat in een doosje. We zijn nog druk aan het lachen in de gang, hoor ik. Kijk, hoe leuk. En hier binnen zit ook een ara. Super leuk. Goed, mijn tweede kerstdag zit er ook weer op. Ik heb een hele leuke kerstdag gehad. Tweede kerstdag, het was heel gezellig. Maar ik ben wel echt heel erg moe nu. Dus ik ga lekker slapen. Ik hoop dat jullie een beetje even kunnen kijken wat ik met kerstavond vandaag heb gedaan. Ik had eigenlijk nog een cadeautje voor mijn vader en zo'n collega als geintje. Maar dat is helaas nog niet binnen. Dus dat moet nog even wachten. Maar ik bedank jullie wel voor het kijken. Deze video natuurlijk wel. En zonder te vallen, blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie op 31 december en 1 januari. Dat komt waarschijnlijk 2 januari pas online. Maar dan zie ik jullie met de vlog van het oude jaar en het nieuwe jaar. Doeg!